Ik ben heel benieuwd hoe deze wandeling gaat aflopen. Want het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat wij die boodschap juist tijdens die wandeling uitdragen naar de buitenwereld. Daar gaat het om. U bent niet vandaag de lokjood? Ik ben gelukkig niet de lokjood vandaag. U heeft niet echt angstige gevoelens nu u hier in 020 Gaza rondloopt? Nee, ik zie dit niet als 020 Gaza en ik heb absoluut geen angstige gevoelens. Ik heb vertrouwen in mijn medemensen, vertrouwen in de moslims dat zij ons absoluut positief zullen bejegenen. Ja jongens, hij wordt nu gegooid. Meneer Evers, de Hitlergroet werd net gebracht. Nou, ik heb het gelukkig niet gemerkt, maar je begrijpt wel dat als zoon van een Auschwitz-overlevende dat wel het allerergste is wat er kan gebeuren. Ik wil het absoluut uitbannen uit deze stad, begrijp je? Daarom hebben we deze wandeling. Nou, het mag wel een flinke marathon gaan worden op deze manier, hè? Ja, dat hebben we ook afgesproken. 16 oktober gaan we een dialoogmarathon doen met veel meer inhoud en kracht. En het is nodig in deze stad, dat is duidelijk.